Politie Minos start met een nieuwe campagne. Laat je niet in het zak zetten. Deze campagne starten ze om iedereen er attent op te maken tegen het internet- en sms-fraude. En Morsel TV ging eens eventjes meekijken. Goedemiddag allemaal en hartelijk welkom in het commissariaat van de politiezone Minos. Zoals u weet hebben wij het afgelopen anderhalf jaar kennis gemaakt met een volledig maatschappij ontwrichtende gezondheidscrisis. En die gezondheidscrisis heeft zich ook vertaald, spijtig genoeg, naar criminele fenomenen. We hebben toch vastgesteld, het was al een plaag voor de coronacrisis, maar sinds dat de coronacrisis er is en mensen meer en meer digitaal elkaar gezelschap gaan opzoeken, dat criminelen daar ook een voordeel uit putten. Wij zien hier in onze politiezone een zeer grote toename van cybercriminaliteit. Fenomenen zoals phishing, waarbij dan mensen proberen worden opgelicht via e-mailverkeer of via sms'en. Maar ook fenomenen zoals whaling, beter bekend als emotiefraude, waarbij dat men de identiteit aanneemt van zoon of dochter lief en zo probeert om met een nieuw gsm-nummer op een heel realistische manier geld probeert te ontfutselen van de mensen. Wij van de politiezone Minos trekken ons dat heel erg aan, want wij zien echt wel een significante stijging van het aantal dossiers. En iedereen trapt in de val. Dus het zijn niet alleen maar de goedgelovige mensen zoals men denkt, maar iedereen trapt in de val. Er zijn mensen in alle geledingen van de maatschappij die hier klacht komen indienen. En we kunnen en we zullen dat op een professionele manier op papier zetten, maar wij van de politiezone Minos dachten om nog een stapje verder te gaan en wij wilden ook preventief iets betekenen, omdat wij vrezen dat met onze multimediacampagnes niet alleen of niet iedereen kan bereikt worden. En daarom hebben wij geprobeerd om op een iets creatievere, op een iets meer ludieke manier ook alle andere mensen of alle andere segmenten van de bevolking aan te trekken. En daarom hebben wij deze broodzak laten ontwikkelen met de ludieke slogan laat je niet in het zak zetten. Omdat wij ook mensen willen bereiken, denk maar bijvoorbeeld aan de ouderen die misschien minder goed toegang hebben tot internet en tot sociale media, maar die wel natuurlijk allemaal ook brood eten en waarvan dat wij hopen dat dit toch zal kunnen bijdragen tot een beperking van het toch wel walgelijke fenomeen dat cybercriminaliteit en oplichting is. Ook als bestuurlijke overheid zijn we bijzonder begaan met dit fenomeen natuurlijk. En we zijn uitermate dankbaar dat de politie dat ook op zijn konto wil zetten. En dus in die zin zijn we heel goed en heel blij dat dit fenomeen ook op een broodzak komt. Je hebt brood nodig en dus kan ik mij wel voorstellen dat sommige mensen inderdaad één keer, twee keer, drie keer, elke dag in de week op zoek gaan naar brood. En dan is het natuurlijk heel tof dat over heel de zone van de Minos dat die broodzakken bij de bakkers ook te vinden zijn. Zo wordt men en blijft men alert. Nog niet later dan gisteren kregen we trouwens als bestuur ook eigenlijk een beetje het aandachtspunt. Pas op, er zijn mensen die inderdaad u gaan contacteren eventueel om de rekeningen over te zetten of om dotaties over te maken aan de een of aan de andere, op een ander nieuw nummer. Dus u ziet, iedereen kan of zou wel eens in de val kunnen trappen. Gelukkig dankzij de alertheid van de politie, maar ook dankzij het nadenken van onze mensen, kunnen we heel wat voorkomen. En het is zo dat elke burger hierdoor toch ook wel een stukje die aandacht daarop gevestigd krijgt. Dus het is een prima initiatief. Het is brood nodig, net zoals dat de politie trouwens brood nodig is. Niet alleen om zomaar te verbaliseren, maar ook om mensen inderdaad attent te maken van wees voorzichtig en let op. Dus met deze denk ik dat we echt heel blij zijn. De vijf gemeenten, of de stad en de vier gemeenten, dat zulke actie kan plaatsvinden. Korpschef, proficiat. Ook aan de mensen die het bedacht hebben, want het is toch wel fijn om zo te kunnen uitpakken met een broodnodige zak. Zo is dat. Hè? Zo is dat. Misschien nog toevoegen enkele praktische tips voor de mensen thuis. Waar moet u bijvoorbeeld allemaal op letten? Wat zijn indicatoren voor cybercriminaliteit? Dat is 1. Uw bank of uw verzekeringsmaatschappij vraagt nooit achter uw gegevens via sms of per mail. Twijfelt u, bel uw bank op, bel uw verzekeringsmaatschappij op, maar geef nooit zomaar uw gegevens en zeker geen pincode door van een bron die u niet kent. 2. Ogenschijnlijk
solide instellingen zoals de Belastingsdienst of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zullen ook nooit zeggen per sms dat u terugkrijgt van de belastingen en dat u daarvoor uw rekeningnummer moet ingeven. Twijfelt u, bel de belastingen, bel de Rijksdienst enzovoort. Emotiefraude, wanneer u opeens van zoon of dochterlief op uw gsm vanuit een zogezegd nieuw nummer een vraag tot geld krijgt, bel naar het oud nummer. Contacteer uw familielid om te kijken of dat die effectief een geldvraag heeft, wat die effectief een probleem heeft, want de kans is heel groot dat als het een nieuw nummer is, dat het iemand is die u probeert op te lichten. 4, wees altijd kritisch met sms'en die u krijgt, mails die u krijgt en let ook heel goed op het e-mailadres, want het e-mailadres zegt ook altijd heel veel. U kan dat heel gemakkelijk vinden door te klikken op de hoofding van de e-mail en als dat ook maar enigszins verdacht lijkt, ga er niet op in en neem contact met de instelling die dat u hebt. Maar wees alsjeblieft heel voorzichtig, want de criminelen die erachter zitten zijn super creatief en wees hyper kritisch tegenover alle sms'en, e-mails enzovoort die u binnenkrijgt. Dat is de enige tip, altijd kritisch blijven, die ook altijd geldt. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor cybercriminaliteit, maar voor alle criminaliteit, maar ook voor het gewone leven. Kritisch blijven, dat moeten we allemaal blijven doen. Zo is dat.